Af en toe bezwijk ik voor gadgets. Dit was er zo eentje. Het is een zonnepaneeltje wat met een accu wat zo groot is als mijn smartphone ongeveer. Hij is iets dikker. Er zit een zaklamp in en verder meerdere USB-aansluitingen. Het ding zou ongeveer 2,5 keer genoeg zijn om een gemiddelde smartphone op te laden. Dus je kunt er ook ruimschoots wel twee keer, denk ik, een Bao Feng mee opladen. Misschien net iets minder, misschien dat het één keer gaat. Maar in ieder geval, je kunt er behoorlijk wat energie uit halen. En de grap is, hij zou die volledige lading kunnen krijgen in 25 uur opladen. Dat is nogal wat. Maar in 8 uur heb je dan toch wel bijna, nou ja, 3/4 lading als ik goed reken, van een smartphone bij elkaar. Het ding heeft monokristallijn zonnepaneeltje, wat de betere zijn. En ik moet zeggen, hij doet het erg goed. Zelfs op een meter afstand van het raam, dus in de schaduw, niet, in ieder geval niet direct in het zonlicht, zie je dat de laadindicator aangaat en die geeft aan dat hij volledig oplaadt. Dus ik ben benieuwd of hij dat echt gaat halen. Maar het is in ieder geval een leuk ding. Je kunt hem ook gewoon via een adapter opladen of via een andere USB-aansluiting. Maar het is veel minder leuk dan met het zonne-energie te halen. En het is een beetje een preppers ding, hè? Er zit zo'n haak aan en dan kun je mee aan een van de palen van je tent hangen in de zon. Er is ook een brochure van waar die inderdaad zo op de foto staat opgehangen aan een tweepersoons tentje. Leuk in ieder geval. Ik hou van dit soort dingen.